Dit is het gebied van de moeras-Arabieren. Het moeras is hun thuis. De mensen leven van het water en de buffels die ze houden. Het is een zwaar leven, ook voor de kinderen die er wonen. Maryam en Zenneb zijn zussen. Ze zijn de oudste van in totaal 5 kinderen. Ze moeten veel helpen met klusjes. En vooral de buffels verzorgen is een belangrijke taak. De buffels zorgen voor melk waar ze kaas en yoghurt van maken. Dit eten en drinken de moerasbewoners zelf en verkopen ze op het vasteland. Zonder de buffels kunnen ze dus niet leven. Maar door het teruglopende water komen ook de buffels in de problemen. Deze buffaloboer vertelt me dat hij grote zorgen heeft over de toekomst. Hij ziet het water per maand verder wegtrekken. Steeds minder water betekent dat hun toekomst hier niet zeker is. Dat er dus steeds minder water is, komt doordat de grote rivieren in Irak opdrogen. Ook houden landen om Irak heen hun dammen dicht, waardoor er geen water meer doorstroomt naar het moerasgebied. En dat is duidelijk te zien. This is the effect of the drought of this year. Before 1 year ago, the level of the water above this soil. And then, as you see, this is dried completely. De moeder van Maryam en Zenneb maakt zich grote zorgen. En ook Maryam weet dat er iets moet veranderen. Maar zolang ze kunnen, blijven de meiden elke dag hun klusjes doen.